Broertje, wat kan ik voor je doen? Dit leeghoofd was zo dom iets met jou te willen delen. Familiestukken. We zijn tenslotte broers, dacht ik. Maar gelukkig ben ik er net op tijd achter gekomen wat voor teringleier je eigenlijk bent. Dus zie ik er maar vanaf. Ik hoef jou niet als familie, jongen. Ja, het was een grapje. Ach, het was een grapje. Wat leuk. Ik moest bijna lachen. Nee, jongen, jij zal nooit een echte Sanders worden. Mijn vader heeft maar één zoon en dat ben ik. Wow, 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 wow. Wat een grote woorden meteen. Flikker toch op, jongen. Als je het nou leuk vindt of niet, ik ben Ludo's zoon. Daar verdoe jij je tijd mee. Pittig diepje. Jullie gaan samen. We hebben daar alles aan doen om het door u en ons gestelde vertrouwen niet te beschamen. En wij hopen u binnenkort als een van onze investeerders te mogen begroeten. Niet waar, Nick? Uiteraard. Ik geef u begin volgende week een telefoontje. Oké, ik hoor nog wel. Dag, meneer Van Lely. Bedankt. Dat jij je zojuist onmogelijk hebt gemaakt bij de familie Sanders, geeft je niet het recht om hier als een zoutzak te zitten, terwijl we een belangrijke klant over de vloer hebben. Weet je, tot morgen. Als je nu weggaat, hoef je nooit meer terug te komen. Misschien moet je eens eerst even nadenken voordat je dat soort dingen zegt. Je hebt je broer de waarheid gezegd. Nou dan. Ik snap helemaal niks van. Volgens mij moet jij eens een keuze maken. Wil jij je inlikken bij de Sandertjes? Of wil je ze te pakken nemen? Als je ze te pakken wilt nemen, kun je op sodemieteren. Als je je wil inlikken, ook. Ik heb je aandacht hier nodig. Je keuze hebt gemaakt. Kan ik aanschrijven? Mijn dochter en ik eten vanavond met mijn aanstaande schoonzoon. Tenminste, als hij nog op komt dagen. Een man die twee prachtige vrouwen laat wachten? Het obertje is toch niets voor jou? Dag, Nick. Dames. Hij heeft wel een punt. Wat dan ook morgens iets te laat is? We gaan wel zo gezellig met z'n drietjes eten, maar volgens mij heb jij ook zo je twijfels of je wel de ware is. Nou, iedereen maakt wel eens foutjes. Dat hoef ik jou niet te vertellen, toch? Oeh, ik was steeds een beetje gevoelig. Kijk eens wie we daar hebben. Ik hoop niet dat je het vervelend vindt dat we zo onbeleefd zijn geweest om vast wat te drinken te bestellen. Nee, hey, sorry dat ik zo laat ben, maar Charlie en ik hebben nog even wat inkoop gedaan voor vannacht. Vannacht? Nee, we gaan lekker filmpjes kijken. Ja, Sjors, ik, Charlie en Milan. Oh, gezellig. Nou, nou.